Ja, ik heb hier vandaag de allermooiste Fiat, in mijn ogen, die er ooit gemaakt is. De beroemde Otto Vu. Er zijn 128 van gemaakt. Maar dit is nummer 1, nummer 1. Chassis nummer 046. Waarom dat ze met 046 begonnen? Ik zou bij 1 begonnen zijn, maar het maakt niet uit. Geef wel de indruk alsof je er 45 gemaakt hebt. Hè? Als je zegt, ik heb 46 gekocht, denk ik, oh, er zijn er 45 verkocht. Nee, je was de eerste. Maar wel de mooiste. Finale carrosserie. Oh! Je kunt er toch niet omheen dat dit ongelooflijk mooi is. Otto Vu, dat betekent 8V. 8V, eigenlijk zou je zeggen een Fiat V8. Maar meneer Ford had gezegd, wij hebben V8, dus jullie mogen dat niet. Dus als de Italianen dat natuurlijk doen, niet ingewikkeld. Weet je wat we doen, dan maken we er 8V van. En dat op zijn Italiaans. Meneer Ford, doe je best. Als je het niet mee eens bent, dan doe het ook. Ja, dat is typisch Italiaans. Heerlijk, daar hou ik van. Je hebt de neiging om alles met fluwelen handschoentjes aan te pakken. Zo mooi is die auto. En voor de afwerking. En voor de mooie details. Kijk eens. Hoe dat loopt. Dit. Is toch geweldig? En dit. Het is ongelooflijk. Kijk eens hoe ze dat gemaakt hebben. De detaillering is ongelooflijk. Elk lijstje, alles is mooi. Zelfs, ik heb vanmorgen ontdekt, toen ik de stoel wou verzetten, dat het knopje van de stoelvergrendeling, designknopje. Kijk eens, dit soort dingetjes. En dit, hoe mooi. Die afwerking, details. Ik heb dat nooit zo mooi gezien hoor, in al die jaren niet. Als je nou, net zo goed Ferrari op kunnen staan. Finale, die werk deed voor Maserati en voor Ferrari en voor Fiat, dat ze toch een beetje in diezelfde vorm worden ze gecreëerd. Alleen, deze Fiat is de mooiste. En die Aaldering hem heb, want dit is gewoon een heel mooi ontwerp. Kijk, ook zo bijzonder aan deze auto is, het is een misschien is het wel een soort conceptcar, zeg maar, een prototype. Want eigenlijk wat zo'n auto in 1953 in productie genomen werd, vind ik bijzonder. Maar wie kocht nou zo'n extravagante auto? Kijk, dit is allemaal glad. Geen knopjes om de klep te openen. Kijk, dit is natuurlijk handig om de motorkap te openen. Dat begrijp ik wel, maar dit is puur design dit, hè? Je moet het maar bedenken. En je moet het maar verkopen. Want dit was wel revolutionair modern in 1953. Echt revolutionair. Dit, ja, waar slaat het op? Dit, waar slaat het op? Nu zeggen wij, wat is dat mooi, zeg. En dit, die achterlichten, kijk dan. En die bumper die perfect aansluit op de carrosserie. En dan die twee eigenwijze uitlaatjes. Niet over nagedacht, gewoon elke viercilinder een uitlaatje. Ja. En dan dit. Gedeelde achteruit en dan donker glas erin. Getint glas. 1953. Hadden alleen de Amerikanen. Europeanen hadden daar niet van gehoord. Niet. Niet één auto ken ik met getint glas uit 1953. Alleen Amerikaanse auto's. Cadillacs, Lincolns. Dus eigenlijk is dit toch wel de mooiste Fiat ooit gemaakt. Zou dat kunnen? Ik zit nog even te denken. Is er nog iets mooiers gemaakt? Nee.